Wij hebben besloten dat wij ons duurzaamheidsprofiel als ontwikkelaar willen neerzetten in de markt. Dat we ook ASR vastgoedontwikkeling willen positioneren in de markt als een zeer duurzame ontwikkelaar. En daarbij hebben wij gekozen om iedere vierkante meter die wij realiseren te compenseren door een vierkante meter nieuwe natuur te ontwikkelen. Wij maken zoiets van 150.000 vierkante meter verdeeld over woningbouw en commercieel vastgoed per jaar. En als je dat optelt voor 10 jaar zou je 150 hectare moeten compenseren over 10 jaar. Wij kiezen er nu voor om voor 6 of 7 jaar aan grond in te kopen. Dat betekent dat wij zo'n 100 hectare zullen gaan aankopen agrarische grond. En daartoe zijn wij in samenwerking aangegaan met Natuurmonumenten en Dienstlandelijk Gebied om invulling te geven aan deze ambitie. Wij hebben een aantal locaties op het oog. Wij zullen in de loop van dit jaar overgaan tot verwerving van de gronden. Dat zal zijn in het werkgebied waar wij actief zijn, hoofdzakelijk in de Randstad en een beetje daarbuiten. En wij zullen de komende jaren vanuit onze projecten een fonds vullen. Dus de komende 6-7 jaar wordt dat fonds verder aangevuld vanuit een soort natuurbelasting die wij over onze projecten zullen gaan heffen.